nieuwe Zimmermin. Begin samen. Mooi uit. Zimmermin. Aan het strand. Zimmermin, Lucina. Ik wil zitten. Die twee ballen. Paardenbroek. Ja, komt dus nog. Heb geen nieuwe tijd. Geboorte. Hele goedemorgen jongens, welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's familievloggers en we zijn lekker op herfstvakantie hier in Landal bij Witteveen. En we gaan vanochtend lekker vroeg erop uit. We gaan namelijk naar het zwembad toe. Dan is het nog lekker rustig. Dus we waren alweer vroeg uit de veren. Ze hadden de hondjes even uitgelaten, want die hebben een zwembroek niet mee. Dus die kunnen niet mee naar het zwembad. Goedemorgen allemaal. Kijk dan. Goedemorgen Moesopip. Gaan jullie weer met de fiets naar het zwembad? Ja. Die is koud hè? Maar ik vind het koud. Nee, vind je het niet koud? Het is nog een klein beetje mistig. Kijk, dat kun je nou wel een beetje zien. Er hangt een klein beetje mist in de lucht. Het is echt herfst. Ja, liefie. Wil je ook op de fiets? Oh, Woesel en Pip. Ja, maar Woesel en Pip kunnen niet mee naar het zwembad. Woesel heeft zijn zwembroek niet mee en Pip zijn badpakje niet. Dus die kunnen niet mee naar het zwembad, dus die blijven lekker slapen in het huisje. Gaan we zo meteen weer mee spelen. Ja? Goed? Oh, liefie. Wat zijn jullie lusjes? Vogel. Vogels, ja. Kan je zeggen vogel? Vogel. Ja. Hey, dat zijn de ganzen die vliegen naar het warme zuiden. Akka. Hier zo koud aan het worden. Kennen jullie Akka nog? Akka? Nielsen Hoogsel. Goeie oude. Gouden oude, hè? Nou, we zijn er bijna. Johan en Lucilla zijn er al met de fiets. Zo, nou, ja, de fietsen gaan op slot. En dan moeten we hier toch naar binnen zitten. Heb papa de sleutel, meisjes? Oké. Stille, papa de sleutel. Oh, sleutel, lusjes. Ja. 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 Kijk eens. Goedemorgen. Hallo. Wij komen zwemmen. Ah, top. Hebben jullie zin om te zwemmen? Ja. Hoi. Goedemorgen. Hier trekken. Ja. Twee. Kijk. Nou jongens. Dat is een familiekamertje. Ja. Daar kunnen we met de hele familie. Oh, het is een hele grote. Oh, dit is gewoon voor overal. Maar jullie kunnen ook gewoon zelf, hè? Ja. Mister. We hebben de bikini al eronder aan gedaan, jongens. Dus ze zijn zo klaar. Ja. Brood. Bolletjes. Ik ruik de bakker. Ruik je dat ook? Zit dat hier naast of zo? Ik denk het wel, ja. Ja, nou, dit is een prima hockey. Voor een school dat je hier. Ja, dat doet je aan het schoolzwemmen. We gaan even omkleden. Doen we altijd super snel. Kijk maar. 1, 2, 3. Tada! En jullie zien het goed. Zeemeermin in het midden. Wat een mooie flipper. Flipper, het is een. Zeemeerminnenfin. Lucilla die gaat als zeemeermin zwemmen vandaag. Met haar nieuwe zeemeerminnenfin. Ja, die ze heeft gekregen. Ja. Superleuk en hij past. En hij past super goed. Ondertussen leggen we alle kleren in het hokje. In het kastje. Maar ik ben Luxie in Lucius kwijt. Ja. Oh, zitten jullie hier? Ja! Zit jij hier in het hokje? Je past er precies in. Klop, klop, klop. Ja, zou ik wel doen, schatje. Okay. Wie zit hier? Hey, dit is Luxie. Jullie passen er precies nog in samen. Ze wilden per se al meteen de fin aan. Met het gevolg dat ze huppelend door het zwembad moet. Oh ja. Ja, zo voelt het dus heel als je een zeemeermin bent en geen benen hebt. Waar moeten we naartoe? Die kant op. Ja. Kom maar. Jij bent al moe voordat je in het zwembad bent, denk ik. Ja, is het goed? Bijna, Sil. Ja. Bijna bij het water, Zimmermin. Bijna bij het water. Kijk, wauw. Dit ziet er mooi uit. Kijk jongens, is het lekker water? We zijn als eerste vandaag, want we zijn super vroeg. Zodat we dit even helemaal kunnen filmen zonder dat de andere mensen in beeld zijn. Kijk, hier hebben we dus een heel lekker groot zwembad. Met een glijbaan. En hier heb je dus een heel leuk kinderspeelgedeelte. Nou, daar gaat ze hoor. Ze wil van de glijbaan.
glijbaan als een zeemeermin. Als je geen benen hebt, dan is trappenlopen een heel groot ding. Ja. En dat duurt het wel even voordat je boven bent. Ja, ik hou zo van de glijbaan. Oké, en dan hier. Op de billen gaat ze gewoon. Wil je niet al benen hebben? Nee. Nee? Het ziet er heel gek uit, zo. Oké, ja. Het is bijna boven, Ik ben er! Zeemeermin met Lucilla is boven aangekomen aan de glijbaan. Eindelijk. Zoals jullie zien zijn we heel vroeg, dus het water staat nog niet aan. Maar dat wil ze er. Testen hieruit, hè? Ja. Het water staat niet aan, maar ze glijdt wel. Oh! Het is strand of een zeemeermin. Dat is warm water. Het is wel lekker warm water. Wauw, ja hoor. Ziet er mooi uit, Sil. Hop, daar gaat ze met de vin. Zwemt hij goed? Heel lekker. Zit lekker water? Heel lekker. Ja? Wauw. Zeemeermin Lucilla die gaat nog een keer van de glijbaan. Dat is die ze mag in de boven komen delen, hè? Ja. Zo, hoef je het wel over. Op een grote buik. Daar kom je hier dus binnen. Hier heb je een ingang en dan heb je hier ook nog een heel leuk speelgedeelte voor de kinderen. Hoi! Nou, kan je hier zwemmen? Nou, het zwemmen kon ik niet varen.
dan gaat het hier te water, hè? Samen een bommetje. Samen. Eén. En van het zwembad. En zoals je even visite bij het ballenhuisje. Mooi jongen. Is dat het ballenhuisje? Ja, dat is zo mooi. Ja, nu kan hij dromen. Mama, kan je een stukje nemen of niet?
Maar nee, aan die kant staat altijd egeltje. Ja, een bijhuis. Ja, bij verschillende modelletjes, hè. Dus dus. Ding dong. Nou, mooi zwembad. Wij gaan weer lekker terug naar ons huisje. Is onze vriend. Ondertussen zijn we alweer een heel tijdje terug van het zwembad. Hebben we lekker gechilled in ons huisje. En gaan we nu naar een boerderij toe. Dus we hebben de bus al gestart daar. Want we gaan met het busje ongeveer 5 minuutjes rijden. Net iets te lang voor te lopen. Ze zei, pak maar de auto. Dat is wat makkelijker. En dan gaan we eens even kijken waar de boerderij staat. Want hier is nog geen boerderij te verkennen. Wel de koeien, maar geen boerderij. Luxie heeft een verrassing van mama. Wat heb je van mama? Een mooie paardenbloem. Oh, die ruikt lekker. Mooi, schatje. Dank je. Zal ik je zo achter mijn oor doen, Jo? Ja. Past dat? Is wel lekker zomers dit. Maar nou, dat staat toch leuk, jongens? Ja. Hey, staat toch leuk zo voor naar de boerderij? Ja. Toch? Ja, hè? Ja. Nou, gaan we lekker de auto in. En dan gaan we naar de boerderij. We hebben net met Woes en Pip gewandeld. En nog even lekker buiten gespeeld. Alleen Woes en Pip kunnen niet mee naar de boerderij. Want dan gaan ze achter alle koeien aan. Ja. Vooral Woes wordt helemaal gek van al die geurtjes. Dus die mogen we even lekker chillen en lekker slapen in de auto. En dan zijn we daar ook zo weer bij terug. Wat? Want we gaan vanavond lekker eten het hier. Toe. Ja, het huisje. Ja, in de auto. Oh, ik bedoel, sorry. Nee, ik bedoel niet in de auto. In het huisje natuurlijk. En dan komen we hier straks op je terug, want straks komen ze hier iets lekkers brengen voor vanavond. Maar dat gaan we straks zien. Zo, nou, huisje lekker op slot. Op naar de boerderie. En naar de boerderie, jongens. Met de zon die zin. Met de zon, ja. We zijn bij de boerderij aangekomen. Daar is een melkbus, zie je het? Mama. Hey, Lucie, is het Luxie? Ja? De boer vertelt, er wordt nu een kalfje geboren. Een kalfje? We gaan live. Ik heb een bevalling, oh, die heeft wel heel dikke huis. Ja, die gaat nu bevallen. Kijk, zo'n klein kalfje. Ja? Kom, Luusjes. Babyhondjes. Ik heb het al die pottenkijkers. Wat nou, mama koe? Die uiers helpen. Volle melk, hè? Ja, komt ik wel. Kom op, kom op. Kom niet aan mijn meisje. Kom. Komt eerst de voorkant en later de achterkant. De pootjes. Nee. Dat ziet er niet uit. Nee. Mama koe is erbij gaan liggen. Ja, maar hij heeft geen middenpellen. Zie je dat? Hij rekt nu de geboorte weg op. Ja, hij, als het goed is, ligt hij goed zo te zien. Dat hij wel goed. Nou, de koe is gaan liggen. Dat is wat ontspannender voor de bevallings. Huh? Daar komt hij, Lisela. Kijk. Eeuw, dat ziet er zo raar uit. Wat zie je nu uithalen? Ja. Baby komt bijna. Het gaat ze net in mijn ruimte nu uithalen. Daar gaat hij. We moeten hem even rust geven. Ja, goed baby. Oh, ja. Even privacy. Ja. Nou, de vriendin van de koe zegt nee, ze heeft even tijd nodig voor haarzelf. Ze is als privacy voor haar zaak. Kijk eens, mooi hè? Ja. Nou, mama koe, goede bevalling gewenst. Wij gaan luisteren naar de rondleiding van de boer. Hey, hallo. Hi. Ik krijg een kusje, Lisje. Zie je dat? Dat is lief, maar die geeft er heel veel. Die geeft veel kusjes. Geeft deze veel kusjes? Hallo. Hallo, Osje. Eentje heeft helemaal aan mijn kiel. Eentje heeft helemaal aan mij gelikt. Kijk dan. Ja, hij likt hier ook. Maar kijk. Oeh, ik zie het. Ja, je jas. De boer begint met zijn rondleiding. Maar Daniel zegt, ik blijf bij de bevallende koe. Die gaat hem met de iPhone filmen als hij eruit komt. Want ja, dat kan heel lang duren. Het kan ook zo gebeurd zijn. Dus dan staan we hier misschien morgen nog. Maar we gaan eens even kijken waar de boer is gebleven. Anders heeft papa nog morgen. Ja, dat is de papa er morgen nog. Maar check die vark. Oh ja, kijk, daar heb je varkentjes. Dus eens kijk. Het zijn twee vaartjes. Weet je dat? Gaan jullie mee? Ja, kom maar. Mama, handje. Gaan we met de boer mee. Dat zijn de vaartjes, hè? Hallo. Kijk dan, lekker stekelvarken. Hey. Hey, het hier is ook een slagtanden. Hij had hele grote slagtanden. Zagen
Kunnen we dat? Niet meer doen, man. Nou, wie doet de vinger door en dan gaat hij zo achter je aan. Vinger erin. Kijk, wat is die aan het doen? Die emmer eruit duwen, zie je dat? Hé, wat is de koe nou? Gooi je zo de emmer eraf. Gooi je zomaar de emmer eruit. Nou, deze koe is nog steeds bevallen. Ja, dat doen we maar weer in. Zit er nog steeds in, hè? Ja, kijk, komt er niet uit. Hij komt er niet uit, hè? Dus hier zijn allemaal koeien. Kijk, is hier. Wauw. Kijk, hier zijn alle koeien. Dat zijn de kleintjes. Hallo. Jullie zijn er weer wat groter, hè? Ja, hoi. Wil je ook even in de vlog? Hallo. Allemaal babytjes. Ja, het zijn babykoetjes, hè? Kalfjes. Daar zijn. Hallo. Ze koeën, Liesje. Zie je dat? Hallo, koetje. Mijn poetje, poetje. De koe zegt boe. Hoor je dat? Weet je wat dit zijn, wat de koe zei? Dit zijn de bedjes. Kijk, dat zijn de bedjes van de koeien. Daar liggen ze allemaal in bed daar. Goed zo, ga je eten geven? Dit zijn allemaal de grote mama's. Wat gebeurt er? En vader? Ja, nou niet de vader, ze zijn alleen maar mama's. Ja. Wat gebeurt er? Wat zou gebeuren als een koe bevalt en ook tegelijkertijd poept? Ja, dan krijgt hij gewoon een poep en een koe tegelijk. Nou, een wilde aardappel. Ja, kan allebei. Kan ook bij mensen gebeuren hoor. Ja, komt allemaal uit hetzelfde onderkantje. niet gaatje, wel hetzelfde onderkantje. Dit zijn weer smakelijke onderwerpen, jongens. Ja. Hallo. Hallo. Oh. Hallo. Ik heb mijn vingers niet op eten. Ik ga even. Ai. Zo van je hand. Maar je moet je hand plat houden. Kijk eens, als een plankje. En dan kunnen ze je vingers niet pakken. Maar zo? Ja, als een plankje. Nee, hier. Als ik het zo doe bij jou. Goed zien. Het zijn wel heel veel koeien hier, hè? Nee, wel veel koeien. Alleen maar twee varkens en heel veel koeien. Ja, het is een koeienboerderij. Ja. En het ruikt hier heel lekker naar mest. Mest. Ik zeg nog enigszins heel... Heel... Schrijd. Ja, mest. Heel bescheiden mest. Nou, wat heeft Lusjes gevonden, jongens? Een trekker. Een echte grote tractor. Dat vindt Lusjes natuurlijk maar weer al te mooi. Ik wil ook in, hè? Wil je er ook in? Nou, kom. Ook in. Zit je nou in een echte tractor, jongen? Nee. Doet, doet. Doet hij mooi. Hij is hoog, hè? Wil jij eruit? Oké. Doet, doet. Doet, doet. Kleine boer Lusjes. Vindt hij ook leuk, hè? Ah. Er zit geperste eten voor de koeien. Kijk dan hoe die laagjes eruit zien. Zie je dat? Als wij koeien waren, hè? Als wij,
Familie koe. Dat kun je dan gewoon eten. Kijk. Dit kunnen wij ook een hapje, eten. Een hapje stro. Nee, hooi. Jullie hebben je laarzen aan. Maar mama's witte laarzen zijn... En mijn jas. En mijn jas zit onder de koeienboep. En ik ook niet mijn broek. En ik mijn broek op. En je hebt een vieze broek. Nee, wij zijn weer terug waar Daniel daar ook staat. En Daniel zegt dat hij de bevalling van de koe op de video heeft. Op mijn iPhone. Dus als het goed is kunnen jullie daar een reelsje van zien. Of een shortje van zien op YouTube. Oh, dit is wel heel schattig. Oh, nou gefeliciteerd mama. Hey, met de geboorte van je babytje. Heb je hem op beeld, hè? Ja? Wauw. Oh. Kijk dan hoe mooi. Oh. Helemaal glimmen. Best wel groot, hè? Zo'n groot kalfje eigenlijk uit het buik. Kijk, dat is heel die placenta. Zie je? Ja. Groot kalfje. De koe eet de placenta op. De koe eet de placenta op, ja. Dat is wel heel gezond. Echt? Ja, dat is de natuur. Dat is een baby, Lucia. Zie je dat? Ja, nou, een andere geboorte weer, jongens. Van een mooi kalfje. Ik ben echt heel benieuwd naar de beelden. Ja, van papa, hè? Worden de koeien gewolken? Nee, ik vraag wie wil het voelen. Ja. Hier, dit gaat aan de uiers. Dit. Gaat van de uiers. In de vinger erin doen. Oh nee, dat doe ik niet. Hoe doe dat? Gaat het goed dan? Ja, dan moet je proberen. Nee, gaat de vinger eraf. Dat was een bezoekje aan de boerderij en we gaan nu weer lekker terug naar. Naar ons vakantiehuisje. Ja, ik dacht wel. Ik moest even nadenken naar ons vakantiehuisje. Ik wou zeggen naar huis, maar. Vakantiehuis. Lucius, die gaat naar huis rijden, jongen. Ja. En wij stappen achterin, hè? Ja, nou, en kijk eens, het is even heel wat laat, hè? Wat hebben wij hier staan, Lucius? Ja, die zelf schuift je aan. Zullen wij die aanschuiven? Hou je vast, hè? En wat hebben wij hier staan? Een lekker met schotel. Met kinderchampagne. Nou, knal die op maar. Ja, niet op mama, hè? Niet op mama. Het is alsof je op mama rijdt. Op Pollo weer. Nou, op ons laatste avondje in het leuke boerderijhuisje. En ondertussen alles lekker op de pan ligt. Gaan wij een proostje uitbrengen, jongens. Op de vakantie. Proost. Op de herfstvakantie. Proost, jongen. Proost, Luxie. Proost, zusjes. Proost. En dan sluiten we de vlog weer af voor vandaag, jongens. Wij gaan nog lekker verder in Comet. En wij zien jullie morgen weer in een nieuwe vlog. Maar vond je dit nou weer een leuke vlog? Doe even de duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, klik op belletje. We zien je morgen weer in een nieuwe vakantievlog.